heel normaal in mijn atelier bezig aan het werken en aan het naaien al aan een bepaald verhaal dat ik al wou vertellen. En toen kwam plots de telefoon van Ruben en Ruben is erbij gekomen. En ik heb hem de vraag gesteld of hij de muziek mee wou maken, terwijl dat we echt verder bouwden aan de wereld waarin ik al begonnen was. Ik was in een wereld getuimeld van die witte en zwart wereld, 2D dan, naar een 3D-versie waarin dat er kleine huisjes en bomen en elektriciteitspalen allemaal ja, in voorkomen eigenlijk zo. Dat was de eerste uitdaging om er een tijd een getimede voorstelling van te maken die niet echt in- en uitloop was. Ja. Dus die dan ook een soort, niet echt narratief, maar toch een spanningsboog of dat mensen kon meenemen in een bepaalde bepaalde tijd. Dus je zat met dat gegeven dat er een soort gestikte wereld ontstond die een soort karakter of vibe of sfeer vooral weer heeft. En de clue was dan voor mij om bijvoorbeeld in de stukken te geraken die Naomi al had of beschreef met haar vormentaal. Ik maakte een kleine frigo in stof en ik had daar wortel in gestoken of weet ik veel wat. Ik kwam daarmee naar beneden en dan zei ik van kom, we gaan er nu een geluid voor zoeken dat voor ons die frigo is. En zo is dat eigenlijk bij alle stukken gegaan die in de voorstelling ook zitten. Dus is mee op het geluid echt, is alles tot z'n recht gekomen. Ook soms dat hij een geluid aanbracht waar ik omgekeerd van dacht van dat is toch vormelijk iets anders. Bijvoorbeeld Naomi een scène manipuleert of een personage in een decor en dat wordt dan tegelijkertijd gefilmd en dan denk je, is dat eigenlijk een soort spel en regie en cameraman, omdat dat ook gewoon dingen zijn die in uw belevingswereld zitten, hè? Vanuit uw jeugd, vanuit... Sowieso, ben ik opgegroeid met film echt. Ja, dat was mijn thuis eigenlijk. Dus ik liep al heel dagen op filmsets rond. En sowieso vind ik het gegeven film in mijn werk wel zeer belangrijk.